Het is een fucking vis. Vis met een fucking bek. Fucking bekvis, bekvis van de dag. Ik kan niet zingen, maar what the fuck? Like de video, deze bekvis is fucking mooi. Video, ja, like gewoon, ik ga stoppen met zingen, ik mag stoppen met dit te doen, oké, like gewoon de video. Let's go! Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets heel leuk doen, iets heel nieuw. Maar voordat we dat doen, zou ik eerst eens even iets willen zeggen tegen jullie. Jullie hebben waarschijnlijk zelf ook gezien dat ik de laatste tijd op alles een beetje minder actief ben en zo. Kijk, het is lang geleden dat ik dit nog eens heb gezegd. Maar nu is het echt gewoon normaal, serieus, een mededeling die ik even wil doen met jullie. Ik heb het lang niet gehad, het is echt een jaar geleden of zo. Maar ik heb enorm veel ideeën. Ik heb superveel ideeën om video's te maken voor YouTube. Ik heb fucking veel motivatie. Ik wil echt video's maken en wil echt mijn tijd erin stoppen. Wat plezier is weg. Snap je het is? Als ik alles heb. Als ik alle ingrediënten heb voor een cake, maar geen kom om het in te doen. En het is echt fucked. Ik weet niet hoe het komt. Ik struggle met mezelf. En het is zo rot om dat te hebben. Ik kan het echt niet uitleggen. Het is alsof er iets tegenwerkt. Alsof er iets is die zo hard. En het is echt maar alles. Als ik op een leuke plek ben, als ik op een feestje ben, het is altijd gewoon geen idee wat het is. Ik kan het niet uitleggen. Waarschijnlijk sommige mensen begrijpen me heel goed. Het is gewoon raar. Ik eet ook al heel lang gewoon cake deeg. Gaat die camera nu ook niet scherp stellen? Yo, you can't be kidding me. Oké, dus dames en heren, dat wil ik even meedelen met jullie als jullie vragen hadden. Jullie kunnen altijd dingen sturen op Twitter en zo. Kans groot dat ik deze dagen wel veel actief ben en antwoord op jullie tweets, want ik zit redelijk veel gewoon te kijken naar Twitter en zo en doe geen fuck en luister gewoon naar muziek. Echt raar. Echt heel fucking raar. Maar oké, dames en heren, we gaan er een leuker video van maken. Smash zeker een likeje. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go. Dus yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we de Culling. What the fuck, ik weet niet wat dit is. The Hunger Games, zoiets. En een spelvorm. Ik ben fucking rood. Oké, beter? Het is de Hunger Games in een soort van spelvorm. Het is de bedoeling dat je overleeft. Het is de bedoeling dat je alle andere mensen doodmaakt. Hier in de lucht kun je een soort van ranking zien waar iedereen staat. Hey, daar sta ik op derde plaats. Amazing! En over de hele map zijn er dingen verspreid. Wapens en zo. En arena's. En allemaal dodelijke dingen. Oh my god, so amazing. Hier staan er ook allemaal dingen die je kan maken. Echt dingen voor noobs. Wat wij gaan doen is winnen. En we gaan hier eerst vastspringen en kijken of je dat kan overleven. Ja, we zijn de helft van onze levens kwijt. Maar we leven nog, dus let's go. We gaan op zoek naar wapens. We gaan op zoek naar alles. Hier is er een huis. Het probleem met dit huis is dat er is al iemand in geweest. Er is hier al iemand geweest, maar ik ga toch het kastje open doen. Oh, er zitten allemaal dingen in. Wauw, ik heb een rugzak en ik heb eigenlijk niks. We hebben letterlijk niks. Ik heb letterlijk gewoon een rugzak vast. Kan ik ermee slaan? Ik kan er niks mee doen. Dus we hebben een rugzak bij, daar kunnen we geen ene fuck mee doen. Fuck you, rugzak. Get AIDS. Fucking rugzak. De map is fucking lelijk. De textures van deze game zijn fucking lelijk. Ik bedoel, kijk naar deze paal. Het is één kleur. Deze paal heeft één fucking kleur. What the fuck? En voor de rest is het gewoon een vet spel. Het is de bedoeling dat je andere mensen vermoordt. Het is de bedoeling dat je andere mensen helemaal doodmaakt. En meestal, als je doodgaat, krijg je wel een kleine flip. Kijk, bijvoorbeeld, nu hebben we een stok in onze hand. En met die stok kunnen wij op een boom slaan. En dan normaal komt er nog een stok uit de boom. Kijk, daar is er nog een stok. Echt geweldig. Geweldig. We gaan al onze stokjes in dit mooie machine stoppen. En zoals je kan zien, nu hebben wij 50 punten. Yes. Dit mooie ding kunnen wij nu openmaken. En hopelijk zit er iets goed in. Want als er hier niks goed in zit, dan kan ik de game afsluiten. Let's go. Ik dacht dat ik een geweer ging krijgen of zo. Tegen een fucking hamertje. We moeten het ermee doen. En nu gaan we winnen. Dus let's go. Terwijl we nu toch aan het lopen zijn. Ik ga even een kort verhaal vertellen. Ook wel een anekdote genoemd. Dus. Ik heb hier vooral opnames gedaan voor dit spel. Maar ik had echt gewoon een uur opnames gedaan. Ik was het spel niet aan het recorden. Het waren gewoon lege beelden. Hier wat leuke lege beelden. Hallo, is someone in this house? Natuurlijk als ik klaar ben met alles. En als ik alles kan doen, zit er iemand achter me. Help. Wow, fucking veel stress en we krijgen een fucking hamer. Wat is dit? Wow, what the fuck? Tot zover de lege beelden. Ik heb redelijk veel aids gekregen daardoor. En ik wou wel doodgaan. Ja, zeker. Nee, maar serieus. Dat is echt kut als dat gebeurt. Kijk, daar is de Madden Arena. Daar gebeuren de geweldige gevechten. Dus we gaan er even naartoe voor de excitement. Hallo mensen, ik kom eraan. Hello enemies, I'm coming for you guys. Ah, ah, ah.
Oh, ben meneer, we're running away, running away. Ik heb eens gelezen onder een video dat ik gewoon rustig moet zijn als deze dingen. Ren, hoe kan ik? Dat doet u, ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Fuck you, motherfucker. Get AIDS. We hebben ook gewoon het lelijkste t-shirt ooit gekregen als beloning. Maar natuurlijk alleen poesies geven op na één spelletje. Hier zijn wij terug. We zitten nu nog in onze kooi. Laat maar uit. Ja, daar gaan we dan. En nu gaan wij wel een potje winnen, want we moeten winnen. En als ik nu eens goed kijk, dan gaat dat niet zo goed lukken. Want het enige wat ik zie is de lelijkste brug ooit. Check dit. What the fuck is dit? Er is één kleur. Er is... Nee, deze brug is gewoon fucking lelijk. Kijk, ik kan nu in dat huis gaan dat jullie daar zien. Maar ik zie dat er iemand in is. Jullie zien hem ook lopen. Er is iemand. Dus als ik daar naartoe ga, dan ga ik dood. Dat is mijn idee. Dat gaat er ook gebeuren. Ik weet niet waarom ik er blijf lopen. Waarom ga ik hier naartoe? Waarom blijf ik hier naartoe gaan? Heb ik AIDS? What the fuck? Waarom ben ik hier? Waarom? Wat doe ik? Wat doe ik? Wat dacht ik? Ik ga er gewoon heen lopen. Er loopt nu iemand achter me. Hoe los ik dit op? Hallo, wil je vrienden worden? Zeker niet. We lopen door. Gewoon lopen. Hopen dat ik een andere enemy tegenkom en dat je wel een vriend wil worden. Misschien verliezen we de enemy hier ergens door hier gewoon in te lopen. Ga weg, laat ons alleen. We willen graag lopen. Waar is de enemy? Hij loopt nog altijd achter ons. Rustig. Hoe lossen we dat op? Wat is het probleem? Het probleem is simpel. Er zit iemand achter ons. Hij loopt. Hij wil ons killen. Wij gaan weg. We gaan weg met deze deur. Wat gaan we doen? Springen. Fuck life. Oké, we hebben nog één leven. Ga je achter ons springen? Hij is niet achter ons gesprongen. Nu hebben we exact hetzelfde probleem als de vorige keer. Want ik heb geen één item. Hier zijn er allemaal deuren. Ik weet niet of het slim is als ik hierheen ga. Waarschijnlijk gebeurt er niets. Is er hier iets? Nope, hier is er niets. Is er iets in deze deur? Nope. Oh ja, er ligt hier wel iets. Er is hier een doos. Laten we deze doos open doen. Misschien zit er iets nice in. Oké, dat is beter dan niets. En nu hebben wij toch al één zwaard. En dat is nice, denk ik. Oké. I like this. Oké, er is hier een blauwe kist. We hebben 50 punten. Let's go. What the fuck is dit? Fucking Engelse sleutel of zo. Kijk, eigenlijk valt het redelijk goed mee wat ik hier allemaal aan het vinden ben. Holy shit. We hebben alweer een rugzak en eigenlijk kan ik daar niks mee doen, maar oké. Eigenlijk heb ik al een rugzak aan gewoon, maar oké. We stoppen de rugzak gewoon alweer hierin. Ik denk dat we nu eigenlijk echt wel redelijk goed bezig zijn. Oh, niet goed. Er is hier... Nee. Ik wil dood! Ik wil dood! Ik ben dood. Dat klopt, ik ben dood. Yo, sla elkaar lekker dood. Yo, nice mensen. Sla elkaar lekker fucking dood. Als ik je een tip mag geven, eet dit nooit. Het is fucking lekker, maar een uur erna heb je de ergste buikpijn die er maar bestaat. Bedankt om te kijken naar deze video. Wil je nu dat ik meer zo'n dingen doe? Like dan. Ik ga er nooit een serie van maken. Je kunt het altijd gewoon nog een keer doen. Ik ben Acid. En ik zeg, like de video, want ik heb YouTube monies nodig. Yo.